Nee, maar deze verrassing is echt geniaal, joh. Het echt, hij gaat versteld staan. Je moest eens weten. Hallo, hebben we weer zin in? Ja, ja, het is Nico met een nieuwe Mytopia. Even kijken natuurlijk. Jojo, veel plezier. Dag inwoners van de GameStad, leuk te zien kijken naar een nieuwe Mytopia op deze mooie maandag. Zoals gewoonlijk zijn we weer in mijn café. En ik ga even nander je, wat heeft mijn werknemster veel geld verdiend, zeg. Echt iets van 10k of zo. Holy shit. Daar moet ik wel wat voor achterlaten, denk ik. Dat is wel zo netjes, hè? Ja, dat is wel zo netjes. Weet je, ik vind dat zij vandaag wel 1000 heeft verdiend. En daar is niet meer plek in. Dat vind ik wel zo netjes. Dan moet ik alleen nog even zien. Hoe staat het met de biervoorraad trouwens? Bijna leeg. Oké. Moet ik even aanvullen later. Vanaf 1 januari bittergarnituur. Dat is echt super mooi. Komt een heel mooi systeem voor. Ga ik je uitleggen. Maar dat doe ik een andere keer. Want ik heb vandaag even 2 dingen te doen. En misschien heb ik genoeg geld, maar ik weet het niet. Maar misschien heeft die persoon waar ik heen ga ook wel een pinautomaat. Want het schijnt dat hier iets van een themashop zit. Nou is het bijna kerst. En dacht ik, hey, ik ga wel iets prijzen. Ga ik wel wat kopen. Nou, ik zie hier een kerstmuts. Nou, die kerstmuts kan nog wat doen. Kerstman hoofd, ja. Ja, wat doe ik? Nou, hallo Maaike. Hoi. Hey, sinds wanneer zit jij hier eigenlijk? Is me eigenlijk helemaal niet opgevallen. Ik gok zo'n 2-3 weken ongeveer. Is al best wel lang. Is me eigenlijk nooit opgevallen. Maar heel fijn dat we in ieder geval een kerstmuts zo hebben. Ja. En zo, weet je wel, dat ik dat kan kopen. Maar ik vind die prijs nog best wel hoog eigenlijk voor bijvoorbeeld zo'n kerstmanhoofd. Ja, maar ja, weet je, het is een special edition. Er is er maar één van op de server. En het is natuurlijk kerst. En normaal is het een 5000 bij Gijse Winkel. Hier zijn ze 6000, omdat je, ja, het heeft met het thema te maken. En er is er maar één van op de hele server, dus. Oké. Nou, 2500 euro, dat vind ik niet verkeerd. Dus nou, doe maar zo'n mutsje dan. Ja, oké. Okay. Doe maar zo'n mutsje. Ja, alsjeblieft. Oh. Moet je hem wel goed geven. Ja, oké. Okay. 2500 was het, hè? Ik ga je gewoon lekkertje in honderdjes betalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alsjeblieft, 2500 euro's. Hier, ik kijk meteen de rest even op mijn rekening zo. Ja, dat was toch weer even 6000 euro. Nou. Mm-hmm. Hey, nu je toch mijn buurvrouw, zakenvrouw bent, zeg maar. Ja. Hey, ik heb even een leuk projectje waar ik aan werk. Ik wil Marnik even verrassen. En ik vroeg me af of jij mij wilde helpen daarmee. Oké. Wat is het precies? Hij is een hele leuke verrassing, geloof me. Hij heeft namelijk goede dingen gedaan voor mij, dus ik wil hem even verrassen in zijn studio. Maar daarvoor moeten we dus eerst even naar het gemeentehuis. Als er nog iemand is op dit tijdstip. Ik hoop het wel, denk het wel. Zijn harde werkers natuurlijk hier in Mytopia. En dan moet ik even de sleutel hebben. Van zijn, bedoel je het bouwbedrijf? Heeft het bouwbedrijf ook sleutels dan? Ja. Die heeft ook, hebben ook sleutels. Oké, nou dan gaan we naar het bouwbedrijf, als jij het zegt. Ja, ik heb niet zoveel te maken eigenlijk met de bouwbedrijf. Ik heb ze echt 1 keer of 2 keer gesproken. En daarna was het echt zo van, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Dus toen heb ik eigenlijk alleen maar bier verkocht. Echt super nice. Ja. In de gemeente heb ik eigenlijk alleen maar 1 keer een vergunning voor aangevraagd. Van wethouder David gekregen. Dat was het dan wel eigenlijk. Ja. Nou, over het algemeen is het bouwbedrijf heel chill. Dus het zou moeten lukken dat je een sleutel mee krijgt. Ah, dat hoop ik. Het trapt er vanzelf wel in, denk ik. Hallo! Hallo. Komen jullie hier doen dan, zo laat nog? Ja, dat vraag ik ook af. Jij harde werker, waarom jij hier staat. Maar is allemaal heel goed, heel fijn. Hey, ik heb een vraagje. Ik wil even een vriend van mij, Marnik. Heb je wel verschil van Marnike, weet je wel, van de tv-studio? Ja, die heb ik al eens langs zien lopen, inderdaad. Oh, precies. Nou, kijk, die wil ik dus verrassen. Oké. Okay. En dat doe je bij Ben. Nee, joh, gek. Nee, tuurlijk niet. Maar hoe ga ik dat? Ik heb zijn sleutel nodig van zijn studio. Ja. En wij geven gewoon mijn sleutel mee, dat denk jij. Nee, nou, ja. Iedereen die loopt hier binnen, die zegt van, ik heb een sleutel nodig. Oké, alsjeblieft, succes, dag. Ja, maar ik mee...
Maar echt waar, Marnik die spreekt er zo vaak. En Marnik heb ik al zo vaak zaken mee gedaan. En ik wil hem echt verrassen. En moet echt helemaal super duper geheim zijn. Dus op het moment dat ik dan zeg kom even je studio in. Om even te verrassen, weet je wel. Ja, dat werkt gewoon niet. Dus je hebt een leuke verrassing voor hem? Ja. Want het is kerst namelijk, hè. Het is kerst. Dus wat ik ga doen, ik ga kerstslingers ophangen. En dan ga ik een cadeau neerzetten. Een heel groot cadeau, want dat heeft hij echt verdiend. Ja, nou, dat klinkt wel leuk. Ik geef hem wel gewoon die sleutel mee. Dan moet je hem wel even terugbrengen, zodat verder niemand hier erachter komt. Natuurlijk niet helemaal de bedoeling, maar dan krijg je hem even snel mee. Ga ik hem even snel pakken. Ja, super. Dankjewel. Zo, deze zijn echt heel chill, Maaike. I know. Dus echt, had ik niet verwacht dat het zo makkelijk ging. Maar dat is fijn. Dat klopt. Zo, daar ben ik weer. Dan krijg je nu snel de sleutel. Oké. Als het goed is kun je daarmee naar binnen toe. Ja. En verder iemand laten weten? Nee, laat ik niemand weten. Niemand laat ik het weten. Nou, dankjewel. Okay. Heel erg bedankt. Ja, succes. Doei. Yo, doei. Oh, in de brievenbus, toch? In de brievenbus. Helemaal prima. Ja, oké. Doeg. Zo, nou, dat was mooi makkelijk, dacht ik zo. Nee, maar deze verrassing is echt geniaal, joh. Echt, hij gaat versteld staan. Je moest eens weten. Ben benieuwd. Maar weet je wat mij nog meest verbaast? Laatst had ik een gesprek met Gijs. En toen liepen we ook, Marnik ook even aan spreken. En toen kwamen we hier en toen dachten we... Die man, die heeft zoveel geld verspeeld... Aan een stom zwart blok, hè. Dat gaat echt helemaal nergens over. Dus ik dacht echt, nou, wat is dit nou, joh? Maar goed, 1, 2, hoppatee. Hey, het werkt echt, joh. Je kan gewoon niet binnen. Ik dacht, misschien houdt hij ons voor de gek, joh. Dat is een joke is of zo, maar... Ja. Even kijken, hoor. VIP Studio 1. Nou, zullen we daar eens even naar beneden gaan? Even kijken wat hier allemaal te doen is, joh. Even kijken. Oh, wow. Dit is wel een hele mooie ruimte, trouwens. Mm-hmm. Even kijken, en kunnen we hier ook langs? Nee, die kunnen we niet langs. Dit is echt een VIP-tribune. Oké, wacht, dan moeten we even kijken hoe we daar komen. Ik ben hier eigenlijk nog... Jongen, je ziet al helemaal niks hier. Ik ben hier nog niet zo heel vaak geweest namelijk. Dus even kijken. Oh, dit is VIP, maar ik kom natuurlijk niet naar binnen, of wel? Oh, dit is VIP. Oh, hier zit je boven. Oh. Wel mooi ingericht, moet ik zeggen. Had ik niet verwacht. En nou snap ik wel waarom hij zoveel geld heeft uitgegeven hieraan. Jongen. Even kijken, maar hoe komen we daar beneden dan? Gewoon hier naar beneden, denk ik? Als het goed is wel. Ah ja, Studio 1. Kijk. Oep. Verboden toegang voor... Ja, nou, dat maakt niet uit. Zo, nou. Hey. Mij lijkt het een strak plan om het als volgt te doen. Nou, die lampen die zitten natuurlijk enorm in de weg. Dus die moeten we eigenlijk even afhalen... Dus dan zal ik dat even doen, hoor. Even wachten. Hop. Zo. Nou, dan hebben we die lampjes hebben we er mooi af. En hier ook nog even. Kijk, en eigenlijk is de verrassing natuurlijk... dat hij straks gaat denken, hè? Maar waar zijn mijn lampen dan? Nou, dat is geen probleem. Die leggen we natuurlijk gewoon stuk neer op de grond. Ah, want daar wordt hij blij van natuurlijk. Ja, natuurlijk wordt hij daar blij van. Dan denkt hij, hé, wat is er nou weer gebeurd? Maar daar komt de verrassing. En dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Ja. Niks, we gaan gewoon hier weg, zo. Oh. We hebben gewoon zijn lampen gemold. Maar het was een leuke verrassing, zei je. Ja, dat is het ook. Want hij is verrast. Maar de verrassen... Nee, de verrassen is nog niet klaar natuurlijk. Oké. Hij heeft nog een tweede studio. Kijk, die camera... Dat is helemaal een mooi ding, hè? Nou, het zou toch zonde zijn als iemand daarmee liep te knoeien natuurlijk. Het zou echt heel zonde zijn als die lens zo kapot zou zijn en zou verstopt zijn, weet je wel? Ja. Dus, ja, ik vind het een mooie verrassing. Kom. Ja, supermooi. Ja, toch? Zo, en dan gaan we hier zo naar boven. Zo. Nou, even de deur op slot gedaan.
Nou, wat zijn we hier nou van opgeschoten? Heel veel. Mark is aardig verrast straks. Ja, dat zal wel, ja. Ja, nee, maar is dat zo? Ik bedoel, hij laat mij ook regelmatig verrassen. Dus dan denk ik, ja, dan verras ik hem ook. Ja, maar ik kan heel blij zou zijn. Nou, kijk, de reden waarom ik jou eigenlijk vraag is zodat jij, als hij rond gaat vragen... wie heeft mijn studio kapot gemaakt? Dat jij dan zegt van... nou, dat weet ik niet. Maar ik was die avond gewoon met Birko in mijn winkel. Hij heeft bij mij een kerstmuts gekocht. Ah, op die manier. Oké, okay. Ja, ik snap het. Zie je dat? Ik heb gewoon een kerstmuts gekocht. Ja, hij is dat heel cool. Ja, toch? Mhm. Nou, dan moet ik alleen even die sleutel nog terugbrengen. Oh, het gaat ook meteen sneeuwen. Ja, precies. Zie je dat? De kerstfeer zit er gewoon helemaal in, Maaike. Precies. Echt ideaal. Maar hou dit onder ons en dan kun je van mij af en toe gratis biertje krijgen. Is goed. Ja, wil je mijn alibi bevestigen? Ja, wil je dat doen? Ja, zou ik doen. Komt goed. Nou, dat is helemaal mooi. Zo. Oh, kijk, hij zit er gewoon nog. Nou, dan... wacht even zo. Even kijken, hoor. Hey, hoi, was ik weer. Zo, dat hebben jullie snel gedaan. Is het allemaal gelukt met de verrassing? Ja, dat was superleuk. Oké. Hele leuke verrassing. Ik ben benieuwd naar zijn reactie. Hij zal het vast leuk vinden, inderdaad. Ja, mocht hij klagen... Ja. Jij weet van niks. Nee, ik weet van niks. Jullie weten ook van niks. Dus. Nee, precies. Nee, ik heb gewoon een leuke verrassing gehad. Dan. Ja, daar gaat het om. Precies. Daarom. Prima. Nou, leuk. Hey, dit heeft nooit... Gedaan, ja, tuurlijk. Oeh, storm. Zo. Ik denk dat ik maar snel naar huis ga zo. Want, ja, doe dat inderdaad. Ik ga er ook zo weer van doen. Maar dit heeft dus nooit plaatsgevonden. Hey, heel erg bedankt. Dit onthoud ik. Ja, oké. Okay, doei. Doeg. Jongen. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik denk dat ik terug ga naar mijn café. Ja, is goed. Die kant op. Ja. Dankjewel hoor. Is goed. Hey, ik weet niet waar jij heen gaat, maar... heel erg bedankt in ieder geval. Alsjeblieft. Ik denk dat ik jou vaker wat dingen kan vragen voor mij. Komt als je goed. Dat zou willen natuurlijk, hè? Ja, en als je veel in mijn winkel koopt. Ja, tuurlijk. Ga ik doen. Allebei is win-win goed. Situatie, toch? Nou, mm-hmm. Hey, Maaike, bedankt. Doeg. Doei. Nou, ik denk dat ik hier wel redelijk veilig mee zit, moet ik zeggen. Ik bedoel, ze werken heel goed mee. En natuurlijk, kijk, zij zijn misschien dan ook de sjaak, hè? Op het moment dat ik gewoon, ja, weet je, ik word betrapt. Ze zegt van, ja, zij deed ook mee. Ja, ze hebben weer van niet. En dan hebben we gewoon een alibi, hè? Gewoon niks aan het handje. Hey, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Volgende week dus hoor je Mannix' reactie. Kijk wat er is gebeurd. Oeh, spannend. Voor de rest fijne feestdagen in ieder geval. Want donderdag is het kerst. Oh nee, vrijdag is het kerst. Donderdagavond is kerstavond. Ik weet niet wat dat in de kerstavond is. Ik doe daar nooit wat mee. Ik ben eigenlijk altijd maar een beetje aan het ronddurpen wat dat betreft. Verder wil ik Maaike en Jeffrey bedanken. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Jee. En nu ga ik verder bier drinken. Doei. Oh, what the fuck? I'm gonna go to the bathroom.